Noord. Ik ben Siets Fortuin van groep D7 van de Dr. Kramer School. We hebben hier een probleem. Want er zijn twee poppen, eentje met een donkere en eentje met een lichte huidskleur. Die met de donkere huidskleur is alleen altijd goedkoper. Maar onze oplossing is daarvoor, maak ze even goedkoop, zodat iedereen gelijk is. Mama, mag ik die pop? Ja, tuurlijk lieverd. Welke wil je? Weet je het nog niet, maar waarom is die goedkoper? Dat weet ik ook niet, lieverd. Dit kan toch anders, man. Dit kan toch anders, man. Zet de racisme achteruit, zodat het altijd anders kan. Nou, je doet gewoon. Je maakt de prijzen allebei even goedkoop. Maar hoe doen we dat dan? Gilt Weerders heeft weer wat onaardigs geschet. Ik moet er vandoor. Doei! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Ja, maar waarom is die goedkoper? Mevrouw. Ik hou de kassiervrouw er wel even mee. Wat is er? Waarom is dat goedkoper dan die andere, terwijl iedereen gewoon gelijk is? Nou, dan verander weer de prijs. Ja, beter. Mag ik ze dan allebei? Tuurlijk. Conclusie, laat ervoor zorgen dat iedereen altijd gelijk is, zelfs in de speelgoedwinkel. Ik ben Finn van de Dr. Kramer School en ons probleem is dat er kinderen met een andere afkomst gescheiden zijn op scholen. En dat willen wij oplossen door scholen samen te voegen, samen met de klassen. We zijn bij een kind die school gaat kiezen. Welke school gaat dat worden in? Nou, die school is beter voor mijn ontwikkeling, maar ik ben blank en daar zitten alleen maar blanke kinderen. Dus ik denk dat ik daar ook moet, maar die school is beter, dus wat kunnen we daar dan doen? Heb je een idee misschien? Ja, directrices, kom eens even hier. Ja hoor. Misschien kunnen jullie de school samenvoegen, dan hebben jullie gemixte kinderen. Ja, ik vind het een heel goed idee, maar het is wel heel erg duur. Dus wat kunnen we daaraan doen? Jullie kunnen het geld bij elkaar leggen en dan is het opgelost. Oh ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja, dat kunnen we wel regelen. Ja, vind ik ook een goed idee. Maar denken jullie dat de kinderen het een goed idee vinden? Vraag maar. Ja. Vind jij het een goed idee? Ik vind het een prima idee. En vind jij het een goed idee? Ja, ik vind het gewoon een goed idee. Oké, dan kan ik bij jou op school. En bij hem ook hoor. En ook bij jou. Yay. We hebben ervoor gezorgd dat alle scholen gemengd zijn en iedereen een goed onderwijs krijgt voor een goede educatie. Yeah! Hallo, ik ben Isabel. Ik ben Bastia. Vandaag zitten we hier met een kind uit Nederland en een kind uit Korea. Het probleem is dat ze niet met elkaar willen samenwerken omdat ze verschillend zijn. Jullie gaan nu samen blok 2C maken. Hoezo met hen? Ik zijn haar zo! Toch moeten jullie het doen, omdat jullie verschillende culturen moeten kennen. Waarom? Cultuur. Ja. Weet je wat? Doe jullie de rekenschrift maar dicht en ga maar werken. Doei. Ga maar met elkaar praten. Waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Korea en ik heb een afkomst uit Korea en ik woon in mijn huis. Ja, ik woon. Ik ben geboren in Nederland, Amsterdam. Coole stad, beste. Wat is je lievelingsgame eigenlijk? Rocket League natuurlijk, wie is niet? Die van mij ook! Hey, dankie! Zullen we samenwerken? Ja, kom. Zo, zijn jullie vrienden geworden? Ja. Of zou jij? Ja. Oké, okay, ga jullie maar werken. Zo zie je maar. Door met elkaar te praten is de beste oplossing. Hallo, mijn naam is Floris. Wij zijn leerlingen van de Dr. Kramer School. En wij hebben als groep een filmopdracht gekregen om het diversiteitsverschil te showen. En ons probleem is het verschil tussen de rijken en armen. Onze oplossing is de rijke mensen gaan de armen een baan aanbieden. En dan op één voordeel dat ze naar school moeten. Hey, zullen we morgen shoppen? Ik kan niet. Ik kan niet. Jammer. Wat doen hun nou hier? Kunnen jullie helpen? Ja, geld. Nee, geven jullie geen geld, maar... We kunnen jullie een baan aanbieden. Maar op één voorwaarde. Jullie moeten naar school. Leuk, doe maar. Ja, is goed. Okay. Kom maar mee. Okay. Nou, jullie gaan naar deze school, de Dr. Kramer School, zo heet die. Hij is superleuk. Zijn jullie er blij mee? Ja. Oké. Oh,
Geef de armen niet zomaar geld en zorg voor educatie en help ze met werk vinden. Ja! Yeah!